Nou, welkom allemaal. We zijn, zoals jullie absoluut weten, in Bergkerk. En het is een hele lange weg geweest, totdat deze weg lag. En ik ben blij dat hij er ligt. En ik ben ook heel erg blij met de prachtige klank van Nicholas Robert-Taya. Het project wat zien, horen, voelen op zoek naar de ziel van de Bergkerk heeft eigenlijk al een hele lange geschiedenis. De Bergkerk natuurlijk veel langer, want die is uit 1200. Maar ik wilde heel graag in historische gebouwen een soort ziel zoeken. Omdat ik dat al eerder gedaan heb en dat ik dat ook een mooie manier vind om de geschiedenis enigszins zichtbaar te maken. Ik ben als curator verbonden aan de Bergkerk in Deventer. En Sibyl Heijnen is een van de eerste kunstenaars die ik eigenlijk gevraagd heb om hier een installatie te maken. Omdat ik haar werk al heel lang ken. En ik weet dat zij als een van de weinige kunstenaars in staat is om een bestaande, eigenlijk een historische omgeving, om te toveren tot een ruimte die je bijna niet meer herkent. Je snapt niet hoe ze dat doet, maar het is iedere keer welke plek ze ook aan de gang gaat, maakt ze iets heel bijzonders. En het mooie is, je merkt het aan de mensen die hier binnenkomen en die verrast zijn. Niet alleen door hoe mooi het gebouw is, maar door... Ze zien meteen, dit is ongewoon, dit is vreemd. En tegelijkertijd voelen ze zich daarin thuis. Dat is een heel bijzondere eigenschap die ik niet bij heel veel kunstenaars tegenkom. Dus toen ik in de Bergkerk kwam, zag ik, afgezien van een heel mooi gebouw en prachtig licht, zag ik ook dat allerlei graven zomaar eigenlijk lukraak verplaatst leken. En uiteindelijk bleken dat alleen nog maar grafplaten te zijn. Maar daar ben ik een hele mooie weg van gaan maken. En eigenlijk een soort kruisweg, want het is een kruiskerk. Op het koor, het voormalige koor, want daar heb ik de graven op een hele andere manier zitten bewerkt. Omdat ik vond dat het eigenlijk wel zichtbaar mocht zijn wat daar gebeurde. En heb ik met zout heb ik die graven als het ware weer naar voren gehaald, die grafplaten. En op die manier eigenlijk ook de geschiedenis een beetje naar boven getrokken. Het heet zien, horen, voelen. En horen is, ik dacht, je wil dat laten beklinken. Dus er is een, en ik wilde graag het verglijdende licht ook daarin betrekken, omdat het zo'n mooi licht is. En mijn werk daar ook over gaat. Hebben we met de componist, heeft een concept samen hebben we dat bedacht, waarin met het licht eigenlijk de klank bepaalt. Het project heet zien, horen, voelen, zoeken naar de ziel van de Bergkerk. Dus de kerk staat eigenlijk centraal in het hele project. En zeker moet die in beeld blijven. Dus wat zij doet is eigenlijk accentueren van de ruimte, de vloer, de wanden, maar zeker ook de lege ruimte om ons heen. Die neemt zij in beslag door er takken op te hangen, door rubberen voorwerpen op te hangen. En het gevolg is dat mensen beter kijken naar haar werk, maar ze zien het eigenlijk niet als een kunstwerk zoals je in een schilderij in een museum ziet, maar zij zien het als onderdeel van de hele ruimte en ze kijken ook beter naar de kerk zelf.